Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video bespreken wij het registratieproces van Mercedes Me. We nemen de functionaliteit door van Mercedes Me en we bekijken even wat er allemaal mogelijk is met de app van Mercedes Me. Om te beginnen draaien we gelijk naar het computerscherm toe. Om de registratie van Mercedes Me te starten is het nodig om te gaan naar de website van Mercedes-Benz, dus mercedesbenz.nl. Nou, om de registratie te starten beginnen wij rechtsboven in beeld door op login te klikken. Nou, hier krijgen wij een nieuw scherm waar dat we onderaan kunnen registreren. Nou, u vult uw gegevens in, dus uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres. Nou, zodra u dat gedaan heeft, klikt u op registreren. Op het moment dat u dat doet, krijgt u in uw ingegeven e-mailadres een e-mail binnen waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Nou, zodra u dat wachtwoord heeft aangemaakt, gaat u weer terug naar mercedesbenz.nl en u drukt nogmaals op login. En dan kunt u dus inloggen met het net aangemaakte wachtwoord. Nou, zodra u dat gedaan heeft, komt u dus binnen op het account. Dan gaat u rechtsbovenin, drukt u op Mijn Mercedes Me account. En dan kunt u bij Mijn gegevens al uw gegevens invullen, zoals bijvoorbeeld uw adres, uw telefoonnummer, geboortedatum, allemaal informatie die nodig is om het account te voltooien. Zodra u dat gedaan heeft, is het zaak dat er een auto wordt toegevoegd aan het Mercedes Me account. Nou, hiervoor heeft u de dealer nodig, uw Mercedes-Benz dealer. Die zal voor u de auto koppelen aan uw zojuist aangemaakte Mercedes Me account. Zodra u dat gedaan heeft, kunt u weer teruggaan naar het Mercedes Me account, want u moet hier nog een paar stappen nemen om het account te voltooien. Zodra u dus op Mijn Mercedes Me account rechtsbovenin klikt en u gaat aan de linkerzijde naar het kopje voorwaarden, heeft u hier drie voorwaarden die u moet accepteren om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken van Mercedes Me. Dus u drukt alle vinkjes aan en u klikt dan op opslaan. Zodra u dat gedaan heeft, gaan we weer rechtsbovenin naar Mercedes Me account. Wij drukken dan op Mijn voertuigen. En dan zult u ook het zojuist toegevoegde voertuig zien in beeld. Nou, deze klikt u dan ook aan, dus in dit geval klik ik op deze A-klasse. En dan krijgt u het beeldscherm te zien van uw zojuist toegevoegde auto. Om alle diensten te kunnen activeren die beschikbaar zijn op de auto, is het zaak dat u hier op rechts onder in beeld op Services beheren klikt. Hier komt u in een nieuw menu waar dat alle diensten van die beschikbaar zijn op de auto te activeren. Nou, u ziet bij deze is dat allemaal al gedaan, maar u kunt dus al deze vinkjes op blauw zetten en dan helemaal onderaan op opslaan klikken. En op deze manier worden alle diensten van de auto geactiveerd. Nou, bij bijvoorbeeld een nieuwe A-klasse met het nieuwe MBUX systeem zit bijvoorbeeld navigatie updates, live traffic information, die worden door het aanzetten van deze vinkjes geactiveerd. Nou, op het moment dat u dat heeft opgeslagen, zijn alle diensten volledig geactiveerd en u kunt nu dus ook gebruik maken van de online spraakbesturing in de auto. Dus dat u met Hey Mercedes de verschillende taken kan laten uitvoeren door de auto, zoals bijvoorbeeld Hey Mercedes, waar is de dichtstbijzijnde Albert Heijn? En dan kan hij zelf op internet opzoeken waar die te vinden is. In dit beeldscherm van uw auto kunt u ook, als u naar beneden scrolt, nog een aantal extra mogelijkheden zien. Wat heel veel mensen niet weten is dat er ook onder het kopje online muziek een gratis proefabonnement zit van de muziekstreamingdienst Tidal. Tidal is een soort van Spotify. Zij geven 3 maanden gratis een muziekabonnement voor jullie, zodat je gebruik kan maken van een nieuw muziekstreamingdienst in uw nieuwe A-klasse of uw nieuwe Mercedes-Benz met het MBUX systeem. En wat ze ook nog gratis erbij geven is een databundel vanuit Vodafone, zodat u in de auto zelf met een 4G-chip dus die muziek kan streamen. Nou, hoe activeer je zo'n
databundel. Dan gaan wij terug naar services beheren. En om dus die gratis databundel te activeren, kan u hier klikken op internet in de auto. Databundel opladen. En dan nogmaals op de blauwe button databundel opladen. Dan wordt u doorgeschakeld naar Vodafone. En daar moet u eventjes een account aanmaken. En dan krijgt u zelf de mogelijkheid om een maand lang 1 gigabyte internet te krijgen op uw auto. En als u dus die internetbundel combineert met die muziekstreamingdienst, kan u vanuit de auto, zonder dat u uw telefoon nodig heeft, muziek streamen. Dat zijn onder andere mogelijkheden van het Mercedes Me account. Wat ook nog mogelijk is, is als u weer terug gaat naar het voertuig en u gaat weer iets naar beneden, kunt u ook aan de rechterzijde een bestuurdersprofiel beheren. Nou, wat hier mogelijk is, is dat u vanuit de Mercedes Me app of vanaf uw computer een eigen account kan maken voor in de auto. Dus in het MBUX systeem kan u zeggen dat u zelf de bestuurder de hoofdgebruiker bent, maar u kunt ook nog een gastaccount aanmaken voor bijvoorbeeld uw wederhelft. En met het instellen van dat account kan u bijvoorbeeld uw eigen teller stijlen, kan u voor de digitale klokken kan u instellen. Je kan instellen of dat de lampen aangaan op het moment dat u de auto openklikt. Allemaal dat soort zaken kan u vanaf de website of de app al instellen. En zoals u hier ziet kan u ook al een profielfoto toevoegen voor dat account. Dus zodat als u in de auto stapt, dat er een klein profielfotootje op het display van de auto te zien is. Dat u op dat moment de bestuurder bent van de auto. En door hier op het tandwieltje te klikken, komt u in het configuratiescherm van dat bestuurdersprofiel. En hier ziet u alle mogelijkheden die er zijn om aan te passen op uw auto. Dus hier kan u dus de tellerstijlen veranderen. Hier kan u de verlichting veranderen van de auto. En alle praktische zaken in de auto kunt u vanaf dit menu veranderen. En zo kan u dus ook 7 andere accounts aanmaken. Dus mochten er meerdere personen zijn met allemaal verschillende voorkeursinstellingen, kunnen deze ingevoerd worden op dit account. Nu we alles op de PC hebben geïnstalleerd en geactiveerd, kunnen we op de telefoon nu ook de app installeren. Dit kan u doen in de App Store of de Google Play Store, hangt een beetje van het toestel af. Tikt in Mercedes Me en dan kunt u de app daar gelijk downloaden. Nou, ik heb hem natuurlijk al gedownload en geopend, maar als u voor het eerst inlogt, kunt u gewoon de gegevens gebruiken die we net ingesteld hebben. Op het hoofdscherm krijgt u dan meteen uw auto te zien, met daaronder ook gelijk informatie over het voertuig, dus de kilometerstand, het kenteken, maar ook hoeveel brandstof erin zit, of de auto op slot staat, bandenspanningsinformatie en ja, eigenlijk alles wat er te weten valt over de auto, dus de handrem of dat de ruiten dicht zitten, al dat soort zaken kunnen we hier terugvinden. Daaronder is het mogelijk om gelijk de klantservice te bellen, mocht er een keer wat aan de hand zijn met de auto, u wilt een afspraak maken met de werkplaats, kunt u daar gelijk met ze bellen. Daaronder kunt u de ritten bekijken van de auto, wat is het verbruik geweest van de afgelopen rit, wat is het verbruik van de totale ritten, dat kunt u hier ook allemaal weer in terugzien. En bij service dashboard kan u zien hoeveel kilometer het nog is voordat de auto weer een nieuwe servicebeurt nodig heeft. Onder in de menubalk kan u bij het tweede icoontje de voertuiglocatie oproepen. Kan u precies zien waar de auto geparkeerd staat ten opzichte van uw locatie. En u kan hierboven ook in de menubalk een navigatiebestemming naar de auto toesturen. Zodat u s'avonds op de bank al een bestemming kan invoeren en die dan de volgende dag in de auto weer op kan roepen. En dit is eventjes een klein overzicht van wat er allemaal mogelijk is in de app. Mocht u meer willen weten over de app, neem dan gerust contact op met uw Mercedes-Benz dealer. En voor zover veel plezier met het gebruik van de Mercedes Me app.